Zeg maar de ATC, dat is een porto. Nou, we zitten nu op groen, dus dan begin ik met vliegen. Hoe lang heb je nu? Yes, is nu al een stap gehad. Staart in het gele vlakte en dan de bord die op de H. Niet andersom, maar dat is ook alleen hier. Oh gasten, leuk dat jullie weer kijken naar weer een gloednieuwe video. En in deze video ga ik, ben ik niet in dienst als AVB. Nee. Ik ga onderweg naar de vliegschool, want ik ga mijn vliegbuffet halen voor helikopter. Dat is namelijk mijn doel uiteindelijk. Dus ik ga even lekker richting de vliegschool. Dan laat ik jullie maar even lekker mee kijken met de rit. Ik wil uiteindelijk eerst even mijn voertuig open doen. Zo. Dan ga ik even lekker rijden richting de vliegschool. Dan zit ik nu als ik bij de vliegschool ben aangekomen. Is, zeg maar, excuus daarvoor dat mijn microfoon niet zo luid is. Ik was namelijk vergeten via OBS de game geluid wat zachter te zetten. Of nou, via OBS. Via, hoe noem je dat? GTA zelf was ik even vergeten de geluid wat zachter te zetten. De volgende video is die gefixt. Dus excuus daarvoor en vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Want we hebben al 600 abonnees gehaald. Dankjewel daarvoor. En road to the 700 abonnees. Let's go. Ik ga even de wachtkamer joinen van de Discord server. Gaan we verder even kijken wat er gaat gebeuren. Is doorgestuurd. Nou, call sign. Dit is de eerste letter van je voornaam, de laatste letter van je voornaam en eerste letter van je achternaam. Dit is voor jou dus GTJ. Dat staat in ons alfabet voor Golf Tango Juliet. Dat is dus jouw call sign. Golf Tango Juliet. Is dat Golf Tango Juliet? Dat is jouw. Jouw call sign voor in de ATC. Daaronder zie je de ATC checklist. Het zijn drie stappen. Eentje om te vragen of je je motor aan mag zetten. De andere om te vragen of je mag opstijgen. We zijn er nog bezig met de vliegles. Oh, vliegles. Eentje om te vragen met de om te op te stijgen. En eentje om te vragen om te landen. Yes, dat is hem. Nou, heb je daaronder heb je een handleiding. Deze moet je afgaan tijdens je examen. Dit zijn alle stappen. Als je eentje niet doet, wordt dit geteld als een fout. Je mag drie fouten maken. Bij de derde fout ben je helaas gezakt, krijg je maar 75.000 terug, ja? Top. Hey, je mag alleen landen op helipads. Een haatje dus. Soms staat er een nummertje achter, soms staat er niet een nummertje achter. Staat er een nummertje achter, dan benoem je dat nummertje. Staat er geen nummer achter, dan is het gewoon helipads. En dan welke plek? Nou ja, we zetten nu toevallig op helipads. Dus dan hoef je het niet twee keer te zeggen natuurlijk. Nou, alleen op deze plek, dus alleen hier heb je nog een vlakte met gele strepen. Dit betekent dat je hier met de staart in moet landen. Dus precies zo. Dus de staart in het gele vlakte en dan de bord die op de H. Niet andersom, maar dat is ook alleen hier. Nou, heb je nog no-fly zones? Linksboven zie je military base. Mag je niet op landen, niet overheen vliegen. Wat zei je? Omdat dat commandogebied is en zo, toch? Ja, dat is gewoon van de politie en van de KCT. Dat is gewoon van de die overheid. Rode, wat is dat? Is dat, dat zijn, dat, zeg maar, dat rode is dat gebied waar je niet... Maar die rechtsonder, is dat dan die eiland? Of? Nee, dat is vliegdekschip. Oh, oké. Okay. Dan moet je daar even omheen vliegen om op eiland te komen. Dan heb je rechtsboven nog pissen. En dan heb je nog blokkenpark in het midden. Daar mag je wel overheen vliegen, maar dit alleen op 1000 feet of hoger. Dus als je over een no-fly zone vliegt, dan ben je ook gelijk je vliegbuffet kwijt. Gelijk? Ja. Normaal krijg je drie strikes voordat je hem kwijt bent, maar bij een no-fly zone ben je hem gelijk kwijt. Oh, oké. Okay. Nou, strikes kan je krijgen voor niet landen op een helipad, niet de ATC gebruiken, dat soort dingen. Of negeren van de ATC als iemand je oproept. Dat soort dingetjes.
Nou, zo heb ik gezegd dat je mag maximaal 3 fouten maken. Lees het dus ook even goed door. Doe rustig aan bij je examen. Ik heb alle tijd. Zodat ik geen. Benoem alles goed wat je aan het doen bent. Zodat ik ook geen punt aftrek hoef te geven. Als ik niet zeker ben of je iets gedaan hebt of niet. Nou ja, wil je gelijk oefenen of moet ik het een keertje voordoen? Maar ik zei het wel voor. Is goed, dan doe ik het een keertje voor en dan kan je daarna oefenen als je wil. Top. Ja, dan gaan we beginnen met de walkaround. Het is checken op beschadigingen. Gaan we even kijken of de helikopter nog wel in staat is om te vliegen. Nou, heb je de achterwiekenden staart, zien er helemaal prima uit. Alleen een keer in de wieken bovenop ook. Zit er gelukkig nog aan de heli vast. Bekleding ziet er prima uit. De ramen zitten er nog in. Is een beetje bestoft, maar het is niet zo stoffig dat we niks kunnen zien. Dan gaan we instappen voor een fuel check, maar geen instappen aan de zijkant. Nou ja, dus hier gewoon bij je snelheid zie je daaronder een icoontje. Nou, het zit nu helemaal vol. Dus dat is minimaal 50%. Dus dan gaan we door. De gordel om, moet je van iedereen vragen, heb je je gordel om? Helemaal top. Nou, oxygen on. Dit is gewoon verbaal. Je zegt gewoon oxygen on, is geen spier voor. Nou, dan zet je gewoon je oxygen on. Wat, gewoon oxygen on. Wat staat voor oxygen on? Dat is, hoe noem je dat? Een startknop of zo? Nee. Engine on, dat is de startknop. Zo zit je hem aan. Maar oxygen on is gewoon een stap die je moet gaan doen om te gaan vliegen. Nou, oxygen staat dan in het Engels voor, even kijken, was het ook weer voor zuurstof. Nou ja, deze zet je dan even aan. Delta de lucht kan het nogal, engine startup. Wat je nu hoort staat de C, maar dat kan in de lucht kan het nogal benauwd zijn soms. Hoe hoger je komt, hoe benauwder het is. Nee, dat is iemand anders die wil gaan vliegen. Zeg maar de ATC, dat is een Porto. Porto ATC of Porto 326. Moet je handmatig even aanzetten. Je hebt altijd een Porto in de heli, dus die kan je gewoon aanzetten. Als bijrijder ook graag. Dus als je nu even. Shift F2 spier en dan Porto ATC. Zet op slot. Is dat 326? Ja. Ik zit erin, denk ik. Ja, als je rechtsonder kijkt, dan zie je waarschijnlijk ook radio ATC. Dus dan zit je erin. Delta Kilo Papa, nou ja, dat is weer iemand anders. At airport helipad 2. Is er ook een infoporto waar niet zoveel mensen bij zitten dan? Nee, je doet het gewoon altijd. Je doet het gewoon in de ATC. Oh, oké. Okay. Maar nee, is het al voor oefenvlucht en zo. Ja, je kan gaan oefenen, maar alles moet je wel gewoon in de ATC. Zeg maar, alles met ATC ervoor bij die handleiding die ik je doorgestuurd heb. Dat doe je in de ATC en de rest zeg je tegen mij. Okay. Nou ja, en dan, wat je dan moet zeggen bij de eerste ATC-check, dat staat er dan net boven. Maar wie antwoordt dan die... Er kan geantwoord worden, maar hoeft niet altijd geantwoord te worden. Oh, okay. Meestal wordt er zelfs niet geantwoord. Als er geantwoord wordt, kan er geantwoord worden met approved of cleared. Dat betekent dat je gewoon door mag gaan naar de volgende stap. Nou. Hey, dan heb ik de oxygen omgezet. Dan gaan we even aan de ATC vragen of we onze motor aan mogen zetten. Nou, voor jou zou het zijn Golf Tango Juliet requesting engine startup. Vraag of je de motor aan mag zetten. Ik heb een... Zou je? Zal ik dat doen of... Nee, jij bent nu niet aan het vliegen, dus dat doe ik maar niet. Even. Ik doe het even van... Nou, ik heb een andere call sign. Ik doe even met mijne. Papa Romeo Bravo requesting startup. Geen reactie binnen 5 seconden is gewoon je motor aanzetten. Nou, door naar de volgende stap. Nou, dan kom je nu bij het kopje before take-off, zoals dat je ziet kilo in het gedrukt. Wat staat hier? Is dat... Nee, dat wat andere mensen zeggen, dat maakt niet voor jou niks uit. Nou, dan kom je nu bij het kopje before take-off. Zie je dat staan? Als je dat dingetje opent. Ja, dan... Yes. Nou, de flight controls check. Dat is even je... joystick testen met je numpad spieren of met de spieren als je een controller gebruikt. Oké. Ja, dan is het met numpad spieren gaan deze heen en weer. Met 8, 5, 6 en 4. Het is goed, dat zie je hem nu ook bewegen als je first person naar mij toe kijkt. Nou, dan zeg je even, ik ga even de joystick checken, doe je dit even, ben je ermee klaar. Nou, heb je een briefing? Bij examen ga ik jou vertellen waar we heen gaan voordat we gaan starten. Bij de briefing ga je dit weer aan mij vertellen. Nou, we gaan nu naar LSAE toe. En dan ga je gewoon die vragen, die 3 vragen die erachter staan beantwoorden. Dus we gaan nu naar LSAE.
Het is zonnig, een paar wolken aan de lucht en gaat maximaal een minuutje duren. En waar staan de vragen? Die vraag staat zeg maar, je hebt briefing, staat er? Zie je briefing staan? Before start, before takeoff. Ja, en dan daartussen heb je nog ook allemaal tekst, right? Oh, nummer 3, wacht, en dan weer. Ja, maar we zijn nu pas bij before takeoff. Dus dat is zeg maar, daar staat de flight controls check. Daar staat de briefing en daar staat de ATC check. Nummer 2. Ja, ATC check, briefing, seatbelt. Nou, de flight controls hebben we net gedaan met dat bewegen van een joystick. Nou, gaan we nu, heb ik net de briefing gedaan? Dan moet je de drie vragen daarachter beantwoorden als het goed is. Mm-hmm. Zie je die staan? Ja, waar ga je landen? Ja. Wat voor nou. Nee, nog meer naar omhoog. We zijn daar nog niet. Jij bent bij before landing, we zijn nu bij before takeoff. Waar ga je naartoe? Wat voor weer is het? Ja, dat heb ik je net verteld als het goed is. Ja. Het is LSE, het is zonnig met een paar wolkjes en het gaat maximaal een minuutje duren. Nou, dan ga je door naar de tweede ATC-check. Dan ga je weer in de ATC in de porto praten. Nou, voor jou zou dat zijn Golf Tango Juliet requesting take-off het helipad Swan. Aangezien je ziet hier een eentje achter. Nou, vraag of je mag opstijgen. Ga ik nu even doen in de ATC met mijn ding. Papa Romeo Bravo requesting take-off het helipad Swan. Nou, geen reactie. Ga je opstijgen. Als het goed is, zie je rechts onderin de cruise attitude. Ja. Nou, deze die stijgt tot zover op tot hij op het, in het groen staat. Dan dus attitude oké. Okay. Toch? Wat zei je? Als hij groen is, dan ben je goed. En als hij rood is, ja. Je mag er niet onder vliegen, dus je mag niet. Je mag niet zo gaan vliegen, want dan. Toch? Kijk, ja. Nee, je mag nu niet vliegen, ja, zeg maar, want hij staat in het rood. Ja, ik doe zeg maar. Je mag nu niet ongeveer 150 feet vliegen. Je moet een beetje omhoog. Je moet. Nou, overal zal het verschillend zijn, maar als de attitude oké staat, dan mag je pas vliegen. Zeg maar, als het groen is, dan mag je vliegen. Yes, dan mag je gaan vliegen. En daaronder, dan krijg je een strike als ze je pakken daarop. Want dat is onder de radar vliegen en dat mag niet. Nou, we zitten nu op groen, dus dan begin ik met vliegen. Nou, dan zie je after take-off. Zei je? Vlieg je met joystick of... Ik vlieg met toetsenbord, met een pet. Is dat chill of niet? Ik vind het, ik ben er al gewend, dus ik kan hier gewoon prima mee vliegen. Wat kan je nu op 8, 2, 4, toch? 8, 4, 5 en 6. Nou ja, met WASD dan bepaal je hoe hoog je gaat en hoe laag en dan draai je als om. Als je landen ga je zeker S doen, toch? Ja, S. Dan ga je naar beneden. Nou, en met deze stuur je naar achter. Met numpad stuur je naar achter, naar voren, naar links of naar rechts. Nou ja, dan heb je de aftertake of heb je de gear-up. Die hoef je niet te doen. Tenminste, niet met de Frogger, niet met deze helikopter. Dus die kan je voor nu overslaan. Nou, dan zijn we bij onze bestemming aangekomen, bij airport. Nou, dan zie je before landing staan, als het goed is. Ja, dan doe je ATC-check. Ja, dat is dus voordat je gaat landen. Dus nu ga ik vragen of ik mag landen. Mm-hmm. Nou, voor jou is het Golf Tango Juliet requesting to land at airport helipads 3. We gaan nu op de derde landen. Nou, heb je dat gevraagd? Ga ik nu even doen. Papa Romeo Bravo, requesting to land at helipads, at airport helipads 3. Nou, geen antwoord betekent dat je door mag gaan naar de volgende stap. Nou, nu heb je gevraagd of je mag landen. Je mag landen, maar voordat je gaat doen ga ik jou nog een keer een briefing geven. Dit keer ga ik drie andere vragen beantwoorden. Waar ga je landen? Wat voor weer is het? En hoe lang heeft de vlucht geduurd? Nou, we gaan landen op airport en dan de derde helipad. Het is nog steeds zonnig met een paar wolkjes en het heeft inderdaad maximaal een minuutje geduurd. Nou, heb je die gedaan? Staat er seatbelts on? Vraag je weer of iedereen zijn gordel aan heeft. Heb jij je gordel om? Ja. Top, en dan mag je gaan landen. Nou, dan zie je het volgende kopje, zie je after landing. Dat is als je geland bent. En dan met je neus, die propeller bij die drie. Nee, dat hoeft hier niet. Alleen daar, zeg maar. Alleen op waar we net waren. Ja, alleen als je die gele streep ziet. Nou, geland. Zie je nu het kopje after landing. Doe je je engine uit, dus oftewel de motor uitzetten. Nou, dan zet je de oxygen off. Dit zeg je gewoon weer. Gewoon oxygen off. Klaar. En als de motor uit is, alles allerlaatste stap, kan je je gordel uit. En dan kan je stappen. En that's it. Handig om te weten, elke keer als je een heli uitstapt en dan weer instapt, moet je handmatig de porto weer aanzetten. Mm-hmm. Ja. Maar ja, dan laat ik jou een keertje oefenen. Ik zou zeggen, neem het gewoon serieus de oefening, zodat je
Dan kijk ik toe en dan geef ik aan het eind geef ik jou feedback erop. Juliet ben ik. Yes. Dus als je eerst doet, even checken eromheen. Even kijken of je de vieze dingen ziet of iets. Even rondje mee lopen. Zo. Nou, niks verkeerds. Neem ik aan. En dan, wat je doet is, als ik het goed heb instappen, dan stap je in. Dan vraag ik of eerst iedereen de gordel heeft. Ja. Even kijken, dan doe je de oxygen aan, zo. Oh, voordat ik iets vergeet, de ATC joiner. Zo. En dan even kijken. Dan ga ik je eerst laten weten waar je naartoe gaat, of waar ik naartoe ga. Hoe heet die ene plek? Die hele pets toch? Die hele pets waar we net vandaan. Ja, dat is gewoon hele pets. Nou, we gaan naar helipad toe. Het weer, nou, zonnetje schijnt, een paar wolkjes. Het gaat maximaal, denk 1 minuut duren. Ja, eens even kijken, heb ik alles gehad. Oxygen is aan. Seatbelts on, ATC check. Nou, dan ga ik ATC check doen. Dus even kijken. Golf Tango Juliet. Zo. Dan ga ik doen. Golf Tango Juliet requesting engine startup. Dat moest toch, of niet? Yes, goed gedaan. Nou, dan neem ik aan dat het mag. De motor aanzetten. Wacht, dan moet ik even perm schrijven, dat kan je nog niet. Wat is je ID? Kijken, 54 of 4. Is goed, kan je hem nu aanzetten. Ja. Yes, stop. Nou, dan wacht je even tot de motor is gedraaid. En daarna kijken. Golf Tango Juliet requesting to take off. Nou, dan neem ik aan dat je mag gaan opstijgen. Dan gaan we door. Iedereen gordel? Yes, maar gordel. Oké. Kan je even die nummer uitleggen? 8, 4, 5 en 6. Maar met W stijg je op. Dus. Met 8 numpetspier ga je naar voren en met 5 ga je naar achter. En met S ga je omhoog en W omhoog. En S omlaag. Ik heb trouwens bestand, dus even kijken. Ja, als je wil kan je poestertak uitzetten. Even snel poestertak uitzetten. Yo Lars. Zo. Max 10 minuten. Hoe lang heb je nog? Waar zijn? Welke car dealer? Oh, bij die hoe heet het? Die expensive of zo bij Basic. Nou ja, toch wacht, ik kom daar over 10 minuten. Ik ben bijna klaar, dus goed zo. Yo, tot zo. Dan Golf Tango Juliet is requesting to land at helipad 1. Ik moet niet te snel gaan vliegen, hoor. Iets te hoog. Zo. Het is een beetje lastig, man, dat hij nog bed was. Je hoeft er niet stil te hangen hoor, je kan een beetje, je kan nooit stil hangen in de lucht, nee. Dus zo is het gewoon prima joh. Ja, dan weet je even. Check nog voor de zekerheid of je niks mist om, voordat je gaat landen.
Maar je hebt net de ATC-check gedaan, wat staat daarna? Oh, de briefing. Waar ik ga landen is namelijk de helipad. Op helipad nummertje 1. Wat voor weer is het? Het is nog steeds zonnig met een klein beetje bewolking. Hoe lang de vlucht heeft geduurd, uiteraard in het. Yes, is nu alle stappen gehad? Even kijken, zoals ik jou was. Even kijken of je alles gehad hebt. Zou ik hey Pieter. Yo. Ben je al ver met deze flight school les? Bijna klaar, zo. Zou je de Jaan ook kunnen doen, zo? Ik moet zo ergens heen, maar... Anus. Ik heb helemaal geen zin in. Nou, dan doe ik het wel van. Yo, succes. Oh, requesting to landing, cool. Die heb je gedaan. Maar dan moet je nog één ding vragen, of wat staat er na de briefing? Na de briefing... heeft hij deze seconde? Yes. Nou, precies hoeft niet, maar... ja, wel op de helipad natuurlijk, maar... Het is helemaal goed. Het hoeft niet precies, als je maar gewoon in de twee vakken staat, dan is het goed. Hier is Sierra Delta, requesting interstellar. Oh ja, de oxygen uitzetten. Zo. Oxygen uit. De motor uitzetten. Dat zie ik weer. En daarna, als de motor... Juliet Sierra Delta, question take off from helipads. Klok. Yes. Even kijken hoor, 3 seconden. Yes, gedaan. Yes, je hebt alles gewoon goed gedaan. Op het einde was het misschien een beetje roesten. Ja, alleen met die landen. Kan gebeuren. Moet je gewoon oefenen. Dat komt in praktijk wel met ervaring. Je bent geslaagd, dus gefeliciteerd. Toppie. 5404. Wat was het ook weer? 5404. Okay, trouwens, ik wil een helikopter aanschaffen van één persoon. Yes. Die kan je of kopen in de car dealer. Of tweedehands in de Discord. Okay. Hey, dankjewel. Of op Twitter natuurlijk. Geen probleem. Hey, succes verder. Jojo. Nou, dat was onze vliegles. Je mag ook weer weg met de helikopter. Ik heb hem gewoon in één keer gehaald. Die appa bij Lommen, weet je wel. Goed. Ik ga namelijk binnenkort een vliegtuig, of nou een vliegtuig, helikopter kopen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze korte video. Vond je deze video nog leuk? Vergeet als ik een blaad uit omhoog te geven. Vergeet hieronder niet te abonneren op deze YouTube kanaal. En zal ik binnenkort voor de vliegtuig gaan? Laat even zeker weten in de reacties. En dan wie weet ga ik even sparen voor als ik genoeg geld heb. Dan gaan we voor de vliegtuig buffet, als ik het heb. Nou, en dan zie ik jullie bij de volgende video. En dan zeg ik zoals altijd, later! Back out fresh on the scene.